Na de beslaglegging op de ticketservicelijn begint vandaag de dag ook niet goed voor Joop. Ja, goedemorgen, ik ben Joop Deutenberg, Circus Royal. Ik had een vraagje aan u. Mijn vrouw, mevrouw Schreuder, die had graag de afrekening willen zien van jullie. Want ze weet wat ze moet betalen, maar ze weet niet wat er nou eigenlijk verder aan de hand is. Maar hebben ze vanmorgen een e-mail gekregen van u, of en er staat iets over de domeinnaam, weet ik veel wat. Maar die school bijvoorbeeld heeft toch niks met Royal te maken? Ik snap, ik heb een brief gekregen dat de website moet er vanaf. En we kunnen de website, het domein kunnen we kopen voor 10.000 euro. Ook op de domeinnaam van de website is nu beslag gelegd. Maar de familie Teutenberg is niet voor één gat te vangen en heeft daar een nieuwe oplossing voor. Binnen een paar minuten is dat geregeld. Staat hij op www.cxjo.nl.eu? Ja. Ja, of een ander iets. Vroeger was het niet anders dan het Dordts Winterseries Royal. Ja. Nou, dan maak ik het www.dordtswinterseriesroyal van. Papa, wat anders. Ja. Ik ga even iets pakken. Laat ik jou even wel zien. Ja. Ik krijg een mailtje weer omtrent de hefboom. Mm-hmm. Die is door 11 handen gegaan. Door diverse handen? Allemaal 11 verschillende personen. Ja. Ze hebben zelfs de tijd om een foto te maken. En ze zullen niet op het terrein zeggen, is er misschien een Teutenberg op het terrein? Ja. Dus ik ben in discussie. Ja. Jongens, hoeveel tijd spenderen jullie hieraan? Ja. Degene die foto heeft gemaakt had gewoon moeten zeggen, joh, is er misschien een Teutenberg? Op het circusterrein zijn alle medewerkers druk bezig om de voortent aan kant te maken. Want er wordt vanavond een feest gehouden. Piot! Nou, kleine pieces, hè? Zou ik willen weten, hij is groter als onze. Hij is groter als onze. Ja? Ja. Piotrek! Je moet ook geen half uur weg zijn, hè? Wat gaan we hier nou weer krijgen? Dat vind ik wel leuk, twee paar zo. In de mail van de gemeente Dordrecht, die vanmorgen binnen is gekomen, werd aangegeven dat de afzettingsblokken op de parkeerplaats op de goede plek geplaatst moesten worden. Daarom roept Joop zijn personeel nu bijeen om dit klusje tussendoor even te klaren. Plastic. Ja, red white. Plastic. Ja. Wijs even aan. Had je een week geleden al kunnen doen, had ik het ook geweten. Toen had ik het ook gezegd. Ja. Dat heb ik een week geleden al gezegd. Ja, maar ja, zeggen en doen, hè, twee verschillende dingen. Buiten en binnen, hè. Tony, wil je stoppen alsjeblieft? Ja. Jij krijgt de bouwtekening van de gemeente, niet ik. Ondertussen komt de leverancier de dranken voor het feest van vanavond bezorgen. Oh, allemaal rolcontainers. Moet. Is dat netjes een rolcontainer? Ruim achteruit bij de ingang daar, dan rollen we al die containers eruit. En dan zorg ik wel dat ze wegkomen. Weet je wat wij doen tegenwoordig? Nee? Met die grote groep, dan gaan bij onze partij blikjes, ik zal het niet noemen met wat, maar ja. Blikjes doorheen. Wij sparen blik. Ja, dat is per kilo 80 cent. Ja. Terwijl Tony bezig is met lossen, zit Joop binnen in de tent met zijn oude vriend Hans. Hij praat over alles wat hij de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Dan zit je ook eens een keer in de rottigheid en de narigheid die we hebben. Want dat gelooft niemand. Dat gelooft niemand. Als normaal iemand een mail krijgt morgens om 9 uur en er wordt even gezegd binnen 2 dagen 10.000 euro over je tent, die gaat weg. Ja. En dan staan wij lachend van, kom maar op. Maar eigenlijk zijn we schijten 7 kleuren op stond. Als ze komen ben ik alles kwijt. Ja. Gewoon eerlijk zijn hoe het is. Hè? Ja, dat is zo. En dan sta ik van, ja maar jongen, ik laat me niet klein krijgen. Nee, ik laat me ook niet klein krijgen, maar ik ga wel door. Maar het is niet normaal meer. Mijn website die moet weg. Kijk, vanmorgen om 9 uur een mail van mijn curator. De website moet weg. Die komen niet in de maand mei of in de maand juni. Nee, of een jaar van tevoren. Nee, die komen een week voor de première. Elke zaak krijgt zijn negatieve punten. Ja. Elke bakkerij kan meemaken dat hij opeens failliet wordt verklaard. Ja. Alleen ik ben failliet verklaard terwijl die nodig was geweest. Daar maak ik me kwaad om. Kijk, in 1999 ben ik niet failliet gegaan. Daar heb ik alles voor gedaan. Ik heb mijn grondstuk verkocht, alles gedaan om niet failliet te gaan. Ik heb alles kunnen redden. Daar kunnen ze er niks van zeggen. Nee. Maar nu ben ik failliet verklaard voor niets. Ja. Die er zijn. Ja. En dan komen ze hier nog vlak voor de voorstelling, komen ze hier nog eventjes de boel controleren. Ja. Vlak waar de mensen in de rij staan hier. Ja.
Joop heeft zijn hart kunnen luchten, maar buiten gaat het werken gewoon door. Een toegangspoort wordt onder leiding van Piotr in elkaar gezet. Montage en main control. You can start now. Het is. Oké, on dit, maar het is different, because it's different. Ja. Als last night, yesterday, right yes. Foot, yeah. Ja. En this here, to big distance and no possible. Ah! Terwijl Joop afscheid neemt van zijn oude vriend, komen de jongens erachter dat de poten verkeerd omgemonteerd zijn. Ja, toen waren we nog jong, hè? Ja, he. Ja, ja. Ja. Ja, oh, wat leuk, zeg. Ja. Zal ik dat maar doen? Kijk eens hoe Tony zo jong nog. Ja. Maar dat andere, die ovaaltjes waren... Ja, nee, maar... Maar zitten die niet aan die wagen vast dan? Nee, volgens mij niet. Ik heb ze al eraf gehaald om te laten repareren door jou, maar ja... Het is zo'n puinhoop geweest natuurlijk. Aan die barwagen. Ja, maar als je deze wilt doen, dan hebben we toch weer een begin. Dan ben ik erg blij mee. Ja. Fantastisch. Jongeman. Als we elkaar even kijken. Nou ja, als je die andere... Nu moet er toch echt opgeschoten worden om de voortent klaar te krijgen voor het feest. Een Dordtse vereniging komt vanavond een eindejaarsfeest houden in zigeunerstijl. Jeff, hier komen, hier. Piotrek, alle mensen hier. Zo. Zo, kom maar hier, ik doe het met hier weer gelijk klaar. Ja. Only thing inside, inside, inside. Wat? Schuin nee, maar het ziet niet uit, hè? Pak even een lander een keer erbij en dan hang ik even iets ja, op. Ja, die heb ik hier. Nou, dan zie je het. Ik heb geen... Hoezo hangt die nou te laag? Nou, omdat die scheef hangt, hè? Ja, omdat die... Ja. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het gelijk lelijk hoeft te zijn. Nee. Het feest ging nog tot in de late uurtjes door. Morgen meer hooggeëerd publiek.